Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe FIFA video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we een Team of Dier pack opening doen. Allee, ik heb de opnames al net gedaan en ik heb dus een Team of Dier niet gepakt. Maar we doen ook in deze video een icon pack en we gaan mijn team eens bekijken naar alle icon packs dat ik heb gedaan. En ja, we doen ook een heel veel packs open en we doen ook dus een paar draftjes, omdat wij de Team of the Year draft moeten completen. En ja, dat is zo'n beetje alle shit dat er gaat gebeuren in deze video. We gaan heel veel packs open doen. Ik denk een stuk of 100 packs in deze video. We doen een Team of the Year opening dus. En we doen een pack opening met de icon pack. En we doen hem niet op land of zo. Maar we doen hem straight up open. En we krijgen wel een decent icon. We krijgen wel een W. Voor mijn part is het een W. Ik heb daarna nog een icon pack gedaan en ik heb een L gehad, maar dat is niet in de video gekomen. Maar ik heb daarna nog een L gehad. En ik heb dus van al mijn icon packs 4 W's en 1 L gehad. En we gaan nu naar de beelden kijken van de icon pack. En ja, let's go! We gaan nu naar de beelden kijken van alle packs, bedoel ik dan. We gaan nu naar de beelden kijken van FIFA, let's go! Oké, voor de stream gaan we dus een klein player pickje doen, 75+. En wat gaan we eruit krijgen? 80 gram, joh. Wauw, 80 gram jood eruit gekregen. Niet goed, hè? Maar we gaan zo dadelijk streamen. Ik ga dingen om 9:50 beginnen we streamen. En tot 11 uur ga ik streamen. Dus ja, deze komt dus ook in de video. En ja, let's go. Oké, boys en girls. We gaan dus nu nog een 75+ spelerskeuze doen. Hopelijk pakken we er een 10 of 4 uit. Geen blauwe, maar wel een andere Silva. Die dat we goed kunnen gebruiken in andere dingen. Heb je dat opgenomen? Nee. Ik heb nu 78 packs al klaarstaan. Maar we moeten kunnen, geloof ik. Een premium gaat premium pakket in. Waar we niks uit pakken waarschijnlijk. Gewoon een rare CVM. Een borde, ja. Fernando. Ik kan het niet kopen. Ja, boys and girls. Het is dus 18:58 op vrijdag 27/1/2023. Zo dadelijk gaat dus het volledige Team of the Year. Allee, volledige Team of the Year. Plus Salamand, plus Honorable Mentions in packs. Jullie zien dat het nog 2 minuten, 27 seconden. Beschikbaar is het FUT 23. De Team 4 icons, team 2 speler items met Ronaldinho, Müller en Nesta. Dus ja, het is echt een van de mooiste dagen uit mijn leven. Ja, mooiste dagen uit mijn leven. Gewoon een van de mooiste dagen van deze FIFA bedoel ik. Dat we dus deze packs gaan open doen. Ik ga jullie er een beetje doorpraten wat wij uiteindelijk gaan doen bij de packs. Wij gaan eerst de daily login SBC doen. En wat gaan we daarna doen? We gaan daarna de 81 packs, of de 82 packs. In de 81 packs die ik heb voltooid, gaan we dan dus openen. Het gaat echt een heel lange pack opening worden. Dus ja, ik zou zeggen, blijf kijken naar deze nieuwe video. En ja, misschien pakken we wel een Team of the Year vandaag. Wie weet het? Wie weet pikken we Haaland, wie weet pikken we Messi, wie weet pikken we Courtois, wie weet pikken we iemand anders. Maar ik wil vandaag in deze video toch een Team of Dier pikken. En misschien een Haalandje, die zou echt wel goed passen in mijn team. Misschien een Messi, zou ook wel best wel goed passen in mijn team. En we zijn nu aan het kijken of het... Het is 7 uur. En het volledige team hier, plus Haaland, zit in packs, denk ik. Ongeveer nu, denk ik wel. Oké, we gaan eerst de
de daily login doen. En dan gaan we dus, de Pixel gaan openen. Ik zeg het u, er zit ook Tifo spec in en zo, dus. Ja, lekker. Lekker. Oké. 81 packs. En we gaan ze nu beginnen openen. 81 packs. En we beginnen met het gouden pakket. Gaat niet zien zitten. Hoop, denk ik. Zit wel een rare in. Wauw. Region. En Borussia Dortmund clublied. Mag je discard worden? Want we doen niet aan recyclen. Goud pakket. Let's go. Dat is gewoon een Engelsman en een Liechtenstein Smith. Smith Rowe. Decent. 1000 munten. Altijd mooi welgekomen. Dan een megapakket. Daar zal misschien een team hier in zitten. Nee, maar wel een Borden al. Links als een walkout. Nee. Even dat Jorginho. Ja. En dan mag gewoon gediscard worden. Want, zoals ik al zei, we doen niet aan dubbelen. Dan, klein gemengd chestpakket. Zit een bronzen in. Dus niet echt belangrijk. Ook weer goed voor folder picks. Klein gemengd chestpakket. Lekker. Krijgen we een gouden rijder uit. Een Zweed Cam Voordeberg. Voordeberg. Decent. En een Team of the Week. Die we gaan kunnen inleveren in een of andere SBC. En dat gaan we het pakket 81 plus. Dan krijgen we onze eerste woorden, eerste dingen in. Insigne. Ja, die gaat ik gewoon in de prullenbak smijten. Onze tweede zeldzame gaat speler 80 plus. Dan krijgen we gewoon een rijder uit, een CA Kramaric. Decent. Decent vooruit die packs te krijgen. Oké, zeldzame gouden spelerspakket 80 plus. Krijgen we ook gewoon een Zwitser uit, een Zwijm. Zo. Zo, 80 graden, joh. En dan gaan we nog eens een packje open doen. Ja, trouwens, een harde speler, tijdig plus. Krijgen we een. Waar? Fabian. Dacht al een walkout. Maar eigenlijk niet kom. Want dan zou je naar links moeten gaan of. Een beetje vuurwerk van boven moeten zijn. Dus ja, let's go. Dan krijgen we nu ook weer een rijder. Een Engelsman. Een spits. Abraham. Tammy Abraham. Heel goed. Om de club te steken. Dat gaan we zeggen, pakket 80 plus, let's go. Krijgen we ook weer een rare, een Engels en een spits. Krijg nou twee packs op rij, die kut joh. Ja, goed, die scoren dan. En dat gaan we zeggen, pakket 80 plus. Duits, CM, Timberbody. Lekker. Ook weer om de club te steken. Qua folder. Lekker. Dan, ik heb al 12 pakketten geopend. Een walkout denk ik. Dit ook niet. Angelino. Oh, good packs joh. Tot nu toe hebben we nog geen walkout gepakt. Of geen team dier. Of geen icon. Ook weer een engel. Pulisic. Lekker. Amerikaans Pulisic, lekker. En wat krijgen we de volgende pack? En dat zijn we gaan spelen 80 plus. Wanneer komt onze eerste walkout? Een spits, een alert. Lekker. Ook weer goed fodder. En dan zelfs gaan we spelen het pakket 80 plus. Wat moet ik zeggen als Pina? Goed, maar dan Cristiano Ronaldo, Sui!
gewoon een beetje, video een beetje leuker maken. Ja. Wauw. Dan nog eens naar dat gaan we gaan spelen. Oh! Tadic. Lekker. My captain, bro. Ik heb een Tadicke. Ook een leuke bordenspeler. Kom aan. Weer al een bordenspeler. CVM. Oh, Tonaldi. Lekker. Dat is weer easy. 5-6k. Dat is eigenlijk wel een goed pechje. Oh, weer al een bordenspeler. Een CM. Marino. Easy 1 of 2k. Goede pack terugverdiend, eigenlijk ik. En dan nog eens een zelfs. Nee, nu geen bordenspeler, maar wel een Fransman, een CM. Coquelin. Nog een zelfs wat je gaat spelen. Oh, een team van de week. Die Walker natuurlijk. CM. Oh nee, die heb ik al gepakt. Wauw. Dus je wordt gediscard. Dat zou mijn kut even de week ingaan. Gewoon discard waren eigenlijk, maar ja, boeien. Een weer aan borden. LWV Angelino. Dat is de tweede keer dat we die Angelino pakken. Dus doei, discard mond in. En 59 packs nog over. En we pakken niks uit deze pack. Nabi Keita. Hopelijk pakken we toch deze video een team of hier. Zou leuk zijn. Want vorig jaar heb ik een team of hier gepakt. En nu hebben wij dus een Hooiberg. Hooiberg. Lekker. Wat gaan we nu pakken? Een zeldzame gatsweer pakket, Tagli Plus. Lekker. Daar pakken we ook een borden uit. Een LBB. Derde keer. Wauw. Maar maakt niet uit, we pakken die voor een derde keer. En let's go. Nu weer een borden. Fransman, CM. Guendouzi. Matteo Guendouzi. En nog eens een zelfs pakket, 80 plus. Een team of the week. Van Jansen. Oh my god, van Antwerpen. Jansen, lekker. Ploeg van liggen bij mij in de buurt. De Antwerpse ploeg, Charles Goop. En weer dan niks. Jam. Gamer bij de tweede keer dat ik hem pak. Oké, weer een 80 plus pack. En daar krijg je Kondogbi uit. Speelt hij nou voor Atletico Madrid? Ik had nog niet door dat hij voor Atletico Madrid speelde. Zo vaak heb ik hem nog niet gepakt. En we krijgen een order minstens. Oh, vierde keer of vijfde keer te rollen ondertussen. Ik ben de tel kwijt. Maar ja, maakt niet uit. Dan gaan we spelen, pakket, prachtig plus. Pakken gewoon Spaans, Cam, Isco. Ja, Isco gepakt. Kan er meer tegen. 50 packs, we hebben er al 40 geopend. 30 geopend, sorry. Tavic. Ja, Tavic. En weer al een 34 plus pick. Oh, walkout. Lekker. Oh, nou dat ik Lewandowski had gepakt. Maar chatje niet. Wauw. Wie dacht dat ik nu echt dat ik Lewandowski had gepakt? Oké, okay. Hopelijk het iemand hier. Helemaal wel een borden sowieso. Hier nog maar 1 of 85. O ja, ik dacht echt dat ik
Lewandowski had gepikt. Twee zeldzame gespeeldpakket, 81 plus. Walkout. Rodri. That's why I do it for. En Volland. Becker. Die walkout. RVA. Becker. Marco Asensio. Weet je dat Marco Asensio een Nederlandse moeder heeft? Haha, maar ik was enzo wel of de Nederlandse grootmoeder was. En weer al naar niks. Nunez had voor mij geen teamleader moeten zijn. Is ook geen teamleader geworden, dus ja. Best wel goed dan dat hij geen teamleader geworden is. Weer al walkout. Want CVM. Engel. Kante. Lekker boys. Kante. Lekker, ik heb Kante gepakt, joh. Twee walkouts in deze video. DM. Ah, kan nog zo hè. Staat hier ook nog. En Vlago Demons mag gewoon gediscard worden. Voor 0 coins. Oké. Die packs zijn eigenlijk wel overpowered. En ja, nu pak ik gewoon Kramer in chat. En. Oei. Zo moest het zijn. Wauw. Oké. Hopelijk pak ik het team hier. Nee, maar wel op orde. CX. Lekker, een tap zo wat. Dat is gewoon Grimaldo. Oké, let's go. Niks. Holland waarschijnlijk. Lekker boys. We zijn die packs hier aan het kruis. 38 packs nog over. Nog packs. Ah, walkout. Frans. CVM. Nou pack je die dubbel, joh. We moeten toch wel iets gaan doen met Kante. Want Kante ga ik niet zomaar inleveren. Tientallen plus dubbel upgrade. Nee, joh. Vijfentwintig plus de defender upgrade. Nee, ga ik die ook niet inleveren. Nee, ik heb een inspelpakket ook niet. Nu mag ik het inleveren. Ik heb die 83 plus dubbel doen. Ospina. CV, Savage. Topsoba. Obona. CVM moet die kant inleveren heb. RWW. Zelig. Cam. Comfortberg inleveren. Spits. Heb nu wel een paar gepakt, geloof ik. Een paar goeietjes. Als ik Morata ga inleveren, zal het wel goed zijn, denk ik.
Binnenkomen net niet met Morata, maar komen wel met een ander spits. Met Volland gaan we dan komen? Nee, ook niet. Dan moet je geen af maar één worden leveren. Een andere cam inleveren. Ja, we wel zo. Lekker 83 plus dubbele upgrade. Let's go. Ja. Wie is dat? Dan Thijs terug in de club. Dat is cool. En we pakken hier gewoon een Porten uit, een CVM. Sergio Busquets, lekker. En Morelos, team of the week. We hebben deze video al 4 team of the week gepikt. Oh. Een Borde, sowieso. CVM. Ah, Fabinho, lekker. Ik heb die een tijdje terug gehad. En niet meer gehouden. Gewoon verkocht. En weer al een Borde. Belgisch, spits. La koek, lieve mensen. Lekker. Toen de vijfde wolk uit deze video. Lekker, boys. En het weet dat samen gesloten voor Cat 31 plus, let's go. En weer al niks. Maar dat maakt niet uit. Dat we niet omhoog de discard paal op. En weer al niks. Was nu nog. Oh, Sangarin. Nou van je. 81 plus, let's go. CV. Kimpembe. 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 Lekker. 85 plus algemeen, lekker. Minst aan de border in, een CM. Oké, lekker. En die ga ik gewoon niet scoren, want die zijn niet waard. En wij spelen het pakket 80 plus algemeen, terug 1. En dan pak ik gewoon een border uit, denk ik. Momenteel 0. CM, Luis Alberto, 33 credit. Iets te verwachten uit zo'n pakketten. En ja. Dat is het pakket 81 plus algemeen. Kan het hier in zitten. En er zit de wildcard in. Mandy. Had in mijn dingen. Had in mijn ogen een team hier moeten zijn. Vorig jaar natuurlijk. In dit jaar. Dit jaar verdient hij niet om een team hier te krijgen. Die gaan we als pakket 81 plus. Lekker. En dan krijgen we gewoon een Borde. Ja. Roberto Firmino. En de zesde team of the week van deze video. Dubbele spelerspakket 33 plus algemeen. Pikken we sowieso een Borden uit. Bono. Heel goed gepasseerd op 2K. Moet ik hem wel toegeven. Oké, dubbele spelerspakket 33 plus algemeen. Weer al een Borde. CVM partij. 84 credit. Pas te verwachten met zo'n packs. Doe het pakket 33 plus algemeen. En dan krijgen we gewoon een spits, een Zapata. Zapata 33 plus. Iets te verwachten met zo'n pakket. En Vladeki. Je mocht de 3 scart mond op. En doe het pakket 33 plus algemeen. En daar krijgen we Borden uit, krijgen we CV, krijgen we Sule, 85 graden uit. En Hooiberg, 83 graden. Dus we zijn weer op en af. Ik hoop dat we deze video nog überhaupt een walker, een team hier pikken. We pikken hier wel een Borden, sowieso Borden, CVM. Dus Gets, die mag gediscard worden. Chiellini, Suarez en de rest mag gediscard worden.
Want die heb ik dubbel en ik heb geen goed gezien. Dus pakket 2 dag plus algemeen, let's go. Ik krijg gewoon een 82 uit. Een Fabianski. Ja. Speelspakket 82 plus algemeen. Een wildcard. Nee, Ruben Diaz. Letterlijk de eerste, dat is net gewoon de eerste wildcard die ik dubbel heb. Dat is de tweede wildcard in de video dat ik dubbel heb. En dat is een Coates. Wauw. En nu gaan we dus weer een 22 plus algemeen open doen. Weer al een ja, andere Silva. Heb ik ook dubbel geloof ik, ja. En speelspakket 82 plus. Krijgen we ook weer een 82 uit. Dat is wat tip. Oh, Nana zelfs, wauw. Is wat tip geen 83 gereden? Of ik weet het niet. En dan hebben we nu een borden sowieso. Een Zule. Nee, Hummels. Hummels. Lekker. Dus pakket 20 plus algemeen. En wat krijgen we eruit? Gewoon een borden. Goalkeeper Michael. Decent voor de prijs. Decent voor het pakket. Ja. Nog 16, nog 15 packs na deze. Hopelijk pakken we deze video op die manier. Maar dat weet ik niet. Goalkeeper. Oh man. Nou, ik dubbel. Schat, Discord. Hoeveel keer ik deze video. Die aanvalspakket 30 plus. Zeko. Zeko. En Sancho. Oké, 3 aanvalspakket 83 plus. RBA. Oh. Ik dacht ik denk wel Messi. Maar Messi is natuurlijk in het team die we in team hier. Wauw. Liefers pakket, ja. Niks bijzonders, Sassuolo. Mooie tifo. Mooie tifo, ja. Een tifo's pakket. Orlando Pirates. Mooie tifo. Maar, of die ga gebruiken, is niet zeker. Kleurde vlaggen pakket. Of we dat gaan gebruiken, groen en zwart. Ik weet het niet. Ik weet het niet, dat lijkt me te fel op de kleuren van het spandoeke pakket. Kan iets leuk in zitten. Maar we krijgen gewoon vlaggen met 2 witte sokken, dus. Vlaggen met 2 sokken, dus ja. Spandoeke pakket. Oranje en geel. Demon Jumbo card pakket. Daar kan een team hier in zitten. Laat langer. Oh nee. Ja. Frans, RBA. Ousmane Dembélé. Die heb ik dubbel te zien. Tak. Oh nee, die 83. Naar boven. Dit was wel dubbel pakket, een tradable pakket. Demon Jumbo card pakket. En we hebben een probable Libertadores. Zo waren ze een tradable. Lekker. Klem een Jumbo Goud pakket. Top. Het is gewoon aangewerkt. Demon Jumbo Goud pakket. Laat ons hopen dat het hierin zit. Nee, maar dan een borden. RVA. Mag op de transferlijst.
Odyssey! Ik was in de laatste pakket, toplengte en spelerspakket. Ik kan altijd een walkout erin zitten, maar er zit nu een borden in. Een CM. Oké. Dus een toppelijk en een spelerspakket, lekker. Ik denk ook niks aan. Toppelijk en spelerspakket, laten we eens hopen dat daar iets in zit. En gewoon een zilveren. Dus daar moet ik net niet te veel zorgen om maken. Het strooit wel. En de laatste pakket, dan zijn we er door. 28 minuten op recording. En dat is de walkout erin. Oh, Ruben Diaz, maar wel tradable. Dus dat is dikke centen. Wat we nog kunnen doen is een preview pick open en dat zit niet in, dus ja. Ja, zitten we nu dus dingen zonder een team hier, dus ja. Spijtig, maar het is nu zo. Ik zie wat voor maar we gaan sowieso tot maandag opnemen, ja. Ik zie nog een mijlpaal. Ja, dat was zo'n beetje dit stukje van de opname. Ja, let's go. Oké, nu heb ik dit ook, de Team of the Week. Nee, de Team of the Week, de Flash SBC gedaan. En ja, let's go. We gaan even openen en ja, klein deeltje naar het speelpakket. Hopelijk pak ik weer iets goed uit. We pakken een wallkaartje uit. En Cam Bruno Fernandes! Bruno Fernandes! Lekker boys. Oké, boys en girls. Ik heb nu dus ook een 3 verdedigerspakket. 35 plus. Hopelijk pak ik weer een team hier uit. Een Van Dijkje ofzo. Nee! Team is over niet. Heel veel vermeldingen wel. Maak me niet uit. That's good fodder! Good fucking fodder! Wil gaat die kaart? Oeh, dat een kaart al voor 110k gaat, jongen. What the fuck, G? Ja, de heel veel vermeldingen zit erin. What the fuck, G? Oh my god. Ik heb een team met hier gepakt en een volgende melding. Oh ja, dat is ook een team met hier, joh. Team met hier nog maar eens. Oké, boys en girls, ik ben nu dus net terug van de wedstrijd tegen Westerlo. We hebben 8-4 gewonnen, maar nu is dit dus, wij zijn dus goud 3 geworden. Ik heb deze week niet veel kunnen spelen, omdat ik zelf iets zeg van. Ik heb dit morgen nog een potje gespeeld, het is nu zondag 9-1. Ik heb dit morgen nog een potje gespeeld op mijn account. En ik heb eerst een topcoming speelspakket en dan een premium Jumbo Guard pakket, dus allebei tradable. En bij het topcoming speelspakket krijgen we Harrison. Decent pool, decent pool. En die Weber mag
de Discord-mand in. Dan hebben wij een premium Jumbo-guard pakket. Daar heb ik vorig jaar geloof ik een team 4 uitgepakt. En nu dit keer doen we het niet. Hebben wij gewoon een CV, Rafael Toloi. Wat best wel goed is. Best wel een decent poeletje. En dan ga ik die naar boven doen. Want je weet maar nooit dat hij iets waard is. En nu heb ik dus... Ik heb deze morgen ook nog wel wat packs geopend, maar ik ga eerst zien... Jullie eerste opnames van de packs laten zien, want ik heb deze morgen dus niet opgenomen. Verder genoeg, maar ik ga jullie eerste opnames van de pack laten zien. En ik heb heel goede packpoolers gehad en ja, dat is ook. Ik geloof dat het hier was. Nee, dat het 10 munten pakket. Hier was dat geloof ik. Een dubbele speelspakket, 83 plus algemeen geloof ik. Nee, had ik dat dan niet opgenomen. Wel, hier had ik het opgenomen geloof ik. Hier. Eerst krijg ik twee zeldzame goudspeelspakket. Ik zeg, we gaan dat gewoon open doen. Ik krijg daar gewoon een borden naast geloof ik. Luis Alberto, 83 credit. Ja, wauw. Echt wel een leuk pakje om erop te doen. En ik krijg er een ketelaar achter. Dan doe ik de draft ook een pakket open. Omdat ik gespeeld heb en ik heb een draft token gekregen, dus doe dat open. En dan doe ik de draft token en dan doe ik een Jumbo Premium Guard speelspakket open. En daar krijg ik, zoals jullie zien, de team of the week, team of the year honorable mentions. En dan krijg ik daaruit Joao Cancelo, 91 graded. Dat is nu dus ook in mijn team staat. En kijk ik naar de dubbele spelers, kijk ik Felix opmisselen. Ik wist dat om. En discard ik ze in de mand. En dan denk ik van, shit man, ik heb gewoon Joao Cancelo gepikt. En ja, dat is dus de reden dat ik dus ja meer ga spelen. En nu heb ik dus mijn selectie. Ik heb heel veel aangepast in mijn selectie. Dus Alisson op goal. Sam Rotte nog altijd op rechtsback. Van Dijk op links, rechts en vooraan op links. Linksback Joao Cancelo. Rechts centermid De Bruyne. Op links centermid ook een nieuwe. N'Golo Kanté. Ook gepakt. Ik geloof dat je ook gepakt hebt in een video. N'Golo Kanté, ja. Ja, ik heb dit in mijn video gezet. En dan Rekelme. Salah. Cantona. Tuchkov. Dan Splotterback. Ik heb gisteren ook in de auto Ferran Jutklaas en Moments SBC gedaan. En ik wil die graag eens uittesten. Dus ja. Zijn trades zijn geplaatst schot aan schot bij de kant goed. Hij heeft die gekregen. Geloof ik voor het geven van assist geloof ik tegen Atletico Madrid in de Champions League. Kan dat? Ja, dat is het. En dan Trippier, Winter, Wildcard, Orsic, Ruben Dias, Süle, Rodri, Gakpo, Kimmich, Magnan. Ook al in deze video gepakt. Neuer en Courtois. Dus ja. Dus die Jutkla wil ik wel uittesten in een video. Ook al is die van Club Brugge, ik heb die gedaan, toch ver aan Jutkla. Ja. En ik ga zien of er al wat SBC'tjes uit zijn. Xavi Alonso. Heb ik nog maar net gezien. Hugo Sanchez, hoe lang kun je dat doen? 20 dagen, dat is perfect. 85 plus middenvelder upgrade gaan we doen. Een 85 team is makkelijk haalbaar met de folder dat ik heb. Dus Patrick Schick mag ingeleverd door de Di Maria mag ingeleverd worden. En dan Insigne. Links midden heb ik daar een speler. Ja, Grifo. Center mid. Ja, ik Koke, Ruben Neves. En rechts midden heb ik ook iets. Ja, corona mag ingeleerd worden. Wauw. CV heb ik Laporte. Hummels. En Rafael Toloi.
Op goalkeeper ga ik Chesney niet wil zetten. Moet ik één keer wat zitten kort, dus Griffo. Ga ik ook een LVA van maken. LVA. Misschien een CA, heb ik daar iets van. Herbert de Firmino. CVM misschien, een CVM. Heb ik daar iets van, een CVM. Ja, Fabinho mag eigenlijk wel weg. Ja, dat mag allemaal weg. En dan hebben we nog een 35 plus middenvelder spec. Hopelijk pakken we daar een De Bruyne uit ofzo. Dus ja. We pakken wel een walkoutje. Bruno Fernandes. Dat is de derde keer in de video dat ik die pak ofzo. Dan moet ik daar ook nog iets mee gaan doen met Bruno Fernandes. Maar ik ga die niet zomaar wegsmeten. We gaan wel beginnen. Welke SBC gaan we doen? Er zijn geen goede SBC's uit momenteel. Ik ga premium upgrade misschien. Premium League upgrade, ja. CAM. Lekker, Philip Bernheim dan. Smith Buado. Rex Smith. Tsigankov. Center met, Kamara, Spits. En nu ga ik niet leren. Kolomwani en. Waar heb ik hier nog in de dingen? Rodriguez. Heb ik een rare linksachter? Ja, maar dan ga ik LVW pakken waarschijnlijk. Dan ga ik Acuna wel in leren, maakt me niet uit. Ik ga toch niet spelen voor mijn team. Ospina. Centerback. Heb ik hier wat rares. West en dan rechter Traoré en dan hebben we echt niet gaan spelers. We hebben ineens ook een objectje voltooid bij de kick. Ja, we hebben hem echt voltooid. Dus dan hebben we ook een echt niet gaan spelers. En Bruno Fernandes zit terug in de club. Echt niet gaan spelers, hopelijk pak weer school. Helemaal niks goed. Spits. Laborde als hoogste. Wauw. Wat een scam. EA, wat een scam. Maar dan hebben we straks en morgen nog een opname dagje te gaan. Want dan hebben wij nog de. Dan hebben wij nog inderdaad. De 13 keer voltooien en de 14 keer voltooien. En dan hebben we dus nog een 83 plus pack 10 spelers, een 84 plus pack 5 spelers en een 85 plus pack 3 spelers. Weer een trio, dat wij ook nog doen. En dan ga ik nu eventjes een draftje opstarten en ga ik mijn draftspad laten zien. Oké, boys en girls, ik heb dus één draftje gedaan. En dit is dus de draft squad.
Wauw. Hoe doe je dat hier in? Oké, dit is de draft squad. Donnarumma op goal, samen met Zanetti op rechtsback. Bobby Moore, World Cup Icon. Thilo Kerrer. Jurgen Meling. De Bruyne. João Cancelo. Okocha. Messi. Leao. Foden. En dan de bankjes Son. Nkunku. Bernardo Silva. Bellingham. Vasquez. Hakimi. Chechny. En we hebben dus ook al iets. We hebben allemaal voltooid. Want ik. Week 6 brons hebben we iets voltooid. Ja, 360 XP. Dan 10 minuten draft. We hebben 1 drift draftwedstrijd. Hup. Win 1 fit draft. Ik ga mijn coaching uitgeven aan een fit draft. Dus ja, we gaan eens zien wat we gaan pakken uit die packs. Eerst twee zeldzame spelers 80 plus. Dan pak je gewoon een borden uit waarschijnlijk. Ja, een borden, center mid. Ruben Neves, heb ik dat dus ingeleverd. Pak ook klaar, mag weg. Boeit me niet veel eigenlijk. Dan vijf spelers pakket 80 plus algemeen. Dan pakken wij Zapata. Ja, Zapata. Het zal maar eens niet iemand anders zijn. Ja, en we hebben nog een. We hebben niks van preview pakket. Gaan we vanavond wel hebben, geloof ik. Dat is binnen 8 uur, pas als dat ik het heb. Dus kan ik eerder morgenmiddag een preview pakket hebben doen. Wat zijn de moments van vandaag? We zijn in de sterrengalerij. Zie je dat daar is? Geen gratis pakket. Nee, dat is dus, ja. Single player draft en dan gaan we. Ja. We gaan doen ze beetje en dan ja, dan hebben we, wat hebben we dan vandaag gespeeld? Wat gaan we dan vrij spelen als we dat ze beetje gaan doen? Wants to watch Adams. Dat ga je zien. Dit is 81 graded. Die ga ik niet, die ga ik gewoon in de club zetten. Doe de gezereerde. Interval Scars Verde. Dezelfde Dudek, die gaat ook dan. Die gaat hij toch in een SBC graag leren, hè? Maar die win 5, ik ga misschien wel één keer coins erin stoppen. Als ik er de coins uithaal. Als ik er 15 ga uithalen. Dus ik ga nu. Nog een draftje afwerken. Allee, nu. Veel vereist. Oké, boys en girls, we hebben weer iets kunnen claimen. Ja. Ik weet niet wat ik allemaal geclaimd heb. TV draft, ja. Dat is van Savage Adams. Dat is een nieuwe wildcard natuurlijk. Ik weet niet dat ik het reed. Ja, wel Adams, not so much. Ik heb hier nog iets op dood bij de kick. Hier staat voor een gesplaatst schot, ja. Als de trappen speelde 3 wedstrijden en wil ik keurig fit speltypen. Dus ja. Dan gaan we ook nog kunnen dingen zetten. Nog kunnen krijgen. Dan is beet. De win 3 voor draft 5 spelers pakket 80 plus, win 5.
Hebben die ook al direct, weet ze, dus ja. Zie je even naar de flat SBC uit te komen, is waarschijnlijk niet. Nee. Dus ja, let's go. Zie je wel wat je verkoopt of niet? Waarschijnlijk zal het niet verkopen zijn, maar ik weet het niet. Oké, boys en girls, we hebben de derde pot gewonnen. Best pakket, lijkt op dit algemeen. Er zit niks in, geloof ik. Iets. Nee, en een team van de week, lekker. En nu een team die alleen zwerf pakket. Tja, let's go. Oké, de draft is gedaan. En we krijgen nu een premium goudpakket en een premium goudpakket. Dat is een 20. Ja. We krijgen dus een premium goudpakket en een premium goudpakket. Premium goudpakket is een 20. Dus we gaan een premium goudpakket openen. Daar zit gewoon een bouwer in. Linksmede. Juanmi. Ik ken die man niet. En dan mag gediscard worden de badge. En nu een premium nieuwe gatse pakket 26. Dus als je een walkout in zit gewoon een Rulli die nu bij Ajax zit. Wauw. Let's see wat er. Dus ja. Zien. Ah, ik heb nog een draft token. Wauw. Ik heb nog een draft token. Ja, wat ze biedt, dan gaan we morgen nog eens een draftje doen, maar vandaag ga ik geen draftje meer doen. Want ja, ik heb geen misschien om een draftje te doen vandaag. Dus we hebben 4 fitdrafts en dan krijgen we nu Rulebekers Hector Herrera. En die hield ik niet meer in de club zitten. We hebben nog voltooid. Baltje trappen, wauw. Ja, we zitten bijna aan. De beste 6 vuurdrafts. Kan ik nog doen, kan ik nog. Ja, let's go. Ja, boys and girls, dit is half 8, 20 voor 8 eigenlijk bijna. Ik heb eventjes in bed gelegen. En toen zit een moment Borre uit. Wauw. Maar we gaan dus de daily login doen. Zoals ik al had gezegd, gaan we de daily login doen vandaag. En we zien wat eruit pikken uit de daily login, hopelijk een fucking team weer. Maar dat weet ik nog niet. Brons, sowieso brons. En dan gaan we Gutierrez inleveren. Want ja, dat is ook een gouden, een bronzen, wauw, geen gouden man, bronzen. Een fucking bronzen, kut. Dat ik ook niet kan gebruiken. En we hebben de daily login dus 13 keer voltooid. Dus we krijgen een 10 speelspakket 33 plus geloof ik. Dat was. Want direct zien ze. Het is koud mannetjes. Maar ja. Maar 10 speelspakket 33 plus. Dus de eerste 2 gouden speelspakket 33 plus. En dan krijgen we gewoon een borden uit. Een Duitse en links midden. Sané. Lekker, die heeft veel gepakt dit jaar. Een Tierney. Lekker. Nou, nu wat jullie allemaal verwachten, 10 spelers pakket 33 plus, hopelijk krijgen we hier een team of die hieruit, maar zal wel niet.
Nee, zie je geen team hier. Laporte. What the fuck, joh. Heb je dubbel? Ja, nee. En Doekie, lekker. Weer al team of the week erbij. Ik heb een walkout, team of the week. Kostic, Perisic. Ja. En Lili zijn getradable? Nee, Radeki zijn getradable. Ruben Neves. Nee, dan moet ik gaan inleveren in de FC. Dus het is niet direct Radeki en Ruben Neves. In wat gaan we inleveren? Een upgrade. 81 plus op upgrade gaan we die niet inleveren. Een icon pack. Lekker. We gaan daar de eerste squad van doen. Dus een CVM. Dat was NDD. NDD. Wie moest je nog inleveren? Radeki. Radeki. Wat is jij hier, Radeki? En wie was het nog? Team of the Week gaan we ook sowieso inleveren. Wie was het nog? Radeki. Was het CM? En Ruben Neves, dat was het. 85 en hoger. Dus ja, we moeten nog een 85 gaan inleveren. Spits, niet verder dan Jutkla. Morelos, links meer hebben we daar een van. Ja, gaan we onze Kostic inleveren. Spits, hebben we daar nog een van. Zapata. CV, gaan we Laporte inleveren. Doekie. En Rafael Toloi. We hebben 83 team hebben, dus we moeten nog een CVM hebben. Daar gaan we Tonali voor gebruiken. En dan hebben we de eerste squad van Icon Pack af. En ja. Mijn servicepakket, here we go. Een lekker op een team eten. Ja, let's go. Ja. We gaan die squad, we gaan eens zien. Oh, een gouden, een zilveren. Wauw, een gouden, een zilveren. Wie was dat? Ja, die zijn nog allemaal handig. Oh nee, dat kan misschien zo en dan zo. Hop, hop, hop. Want die is niet veel waard, dat weet ik zo. Maar we gaan nog een icon pack craften in deze video. Ik wil een icon pack craften voor jullie. 85 beoordeling. Minimum worden 85, dus ja. Griezmann. CAM. Bruno Fernandes. Dani Olmo. Rechtsmeer Roberto. Linksmeer Sané. CM, gaan we Thiago inleveren. Linksachter, we hebben Tierney, CV, Mancini, rechtsachter, Wan-Bissaka. Kom je al aan 79 rating, gaan we. Ja, sorry Schotterbeek, maar ik moet gaan. Nee, we gaan die misschien houden voor de 86 rated squad. Ik moet hier tegen moet gaan. Dan een goalkeeper. Sorry, Mendy mag gaan. Ik moet nog 2 ratings omhoog. En ze gaan dan naar rechts winger zoeken. RVA. Dan hebben we Ziyech. Dat doet al een 83 rating. RWW. We hebben daar iets van. Hatenboer. Nee, dat is dezelfde rating. Ik moet naar de rechtsachter gaan zoeken. Conceptspelers aan. En kwaliteit. Gouden zeldzame.
Gaan we zien of er kan komen. Walker. Walker is 84 gereed. Dus dan moeten we nog een centerback hebben van 85 gereden. Tussule. Nee, gaat niet helpen. Nog een centerback van 85 gereden waarschijnlijk. De Ligt of Sergio Ramos. Sergio Ramos gaat ons naar 84 helpen. Misschien nog een andere linksback. Ik weet niet. Ik denk aan Davies. Maar dat is ook maar een 84 rating. Dus ja. Misschien moet ik zien naar LVB. Misschien dat daar iets beter is. Links midden misschien dat ik zoiets kan uitpersen. Carrasco. Dan zelfs naar 85 trading, dus Carrasco ga ik moeten gaan kopen. En die gaat mij rond de 7k opleveren, denk ik. Nee, 10k. En 13k. Plus 50. Nee, 13k is het laagste. 13250. 13k gesniped. Sergio Ramos had iets van een 8k zijn, 7k, 6k, 5k, 4,9, 4,8. Oeh, die is nog goedkoop. 4,5, 4,3, 4k, 4,1, 4k. 3,9, 3,8, oh, 3,9, 4k, en die allemaal verkocht, 4,1, 3,2, hoppa, zule, wat gaat jij kosten, 8k, want je bent een centerback, 8k, 9k, 10k, 11, 13k, 15k, 14, 500. 14k lekker. Walker, ik weet dat jij duur bent. Ik denk 13k ongeveer. 15, 15k. 15,50, 15,5. 16k, 16,5, 57, 17, 17,50, 16,5, 18,50. Oh, lekker, goede snipe. Oké, jump op mijn goudpakket, let's go. Daar pakken wij niks uit, maar kan ons wel helpen om zo'n tactrating te bieden. Kort, kan ons helpen om zo'n tactrating voor de Eikenpack. Ja. Die mag je die spaart voor die scheids. Ja, die scheids, die trainer. Dus nu gaan we de 86 squad doen van de Eikenpack. Nu gaan we een center mid inleveren, gaan we Eriksen inleveren. Eriksen heeft goed gespeeld voor ons, maar dat is niet goed genoeg. Rex midden. Gaan we Roberto Torres inleveren. Voor de spits gaan we eens CA. Hebben we daar iets van? Roberto Firmino. Links midden gaan we LVA pakken misschien best. Daar heb ik wel een balkartje van, geloof ik. Of een... Daar gaan we Hazard in zetten. Linksachter. Ik denk wel dat ik zo kan zelf pakken. Gaat ons ook verder helpen naar de rating. Sommer gaat ons ook verder helpen naar de rating. Rechtsachter. Kijk, Trent inleveren. Gaat ons ook verder helpen naar de rating. Mancini kan ik dan pakken. Ik ga een slotterback pakken. En dan ga ik nog een spits moeten inleveren van een CM. Misschien een CAM.
Wat heb ik dan op? Medicine. Die helpt ons naar de 85 rating, dus... Die... Roberto Torres moet weg uit de squad. Hij moet een RVA hebben. En dat gaat in naam zijn van Marco Asensio. Oh, nog niet. Medicine moet weg en er moet een LVA misschien voor gaan komen. Een RVA hebben we dat. Nee. In die mate. CWM. Kan ik misschien nog Rodri inleveren? Oh joh, die vraagt veel. Die 81 moeten weg. Mancini. Dan moeten we dus. Zien, hè? RWV, wat komt er daarvan weg? En misschien was een 81 gescheiden, dus we moeten naar CVM gaan zien. Welke partij zijn. En dan hebben we de 87 rating. En dus ook de icon. Back. De 88 plus icon. Dus dat hebben we ook weer al voltooid in deze video. De icon pack. We gaan eerst de gewone premium guard spelerspakket openen. Zien of wat we er gaan uitkrijgen. En dan krijg je gewoon een rijder, een rechtsachter, Lucas Vasquez. Ja. En die mag de transferlijst op, want veel meer. En nu de Prime, Mid, Prime of WK icon pakket. Let's go. En dan krijgen we uit een icon, gewoon een icon, een Mid, denk ik. Oeh, Cam. Socrates! Lekker! Socrates, is zien wat die waard is. Ik denk dat dat een W is, Socrates. Ik ga eens kijken, Socrates 91. Ik denk dat dat zijn mid is, maar ik denk, het kan ook zijn prime zijn. Socrates, de dokter. Socrates, dat is een prime. Dat is 298k, dus dat is een W. Oh joh. Socrates in deze video gepakt. What the actually fuck, jongen. Waar heeft hij allemaal gespeeld? Socrates gepakt. Dan mag Riquelme gewoon oproten, joh. Dan mag Riquelme oproten en dan heb ik gewoon Socrates in mijn team. Riquelme, jij mag oproten, vriend. Voor hoeveel gaat jij, onze lieve vriend, Riquelme? Maakt niet uit dat je zoveel goals voor mijn club hebt gemaakt, maar ik ga je verkopen, vriend. Ik heb Prime Socrates. De goede vriend is 71,5 waard. Dus als dat verkoopt, biedt aan de transfermarkt 71,5. Voor 71,5 mogen ze hem hebben. Want onze goede vriend Socrates komt daar te staan. Onze goede vriend Socrates, echt waar. Ik had niet gedacht dat ik een icon pack ging doen en nu pack ik gewoon Socrates. Ja. Hebben we dat wel aan in mijn team? Lekker. Oh ja, Socrates. What the fuck, G? Ik kan deze video aanpassen, want we pakken een goede icon. We pakken een heel bruikbare icon. What the fuck, G? Ik pak hier gewoon fucking Socrates uit een icon pack. Dat is zoveel beter als gewoon een team hier pakken. Socrates. Ik zie Braziliaans, als dat nu een spits is, hè? Dan pik ik gewoon R9, maar pik gewoon Socrates uit een icon pack, dus ja. Morgen ga ik nog de dagelijkse SBC doen en dan gaan we zien wat we gaan krijgen. Ik ga nu morgen in de dag nog
Socrates uittesten en dan zien we wel wat ik ga krijgen bij squad battles en zo. Dus ja, zo. Oké, boys and girls, ik heb dus nu de vijfde draft win gepakt op mijn account. En ik heb 36 schoten tegenover 1 schot. En ja, ik heb deze draft squad dus helemaal volledig gespeeld. De draft volledig gespeeld en ja, ik heb dus gisteren nog Riquelme mee verkocht. 71,5 die voor gegaan, dus ja. Win 5 drafts, R-spelers, 31 plus algemeen. Ik denk niet dat we er een team of the year gaan uitkrijgen, maar de hoop is natuurlijk gevestigd op een team of the year. Maar dat zullen we wel zien nu en dan. Dus ja, 11 spelerspakket, 81 plus algemeen. We pakken gewoon een borden. LVA. Foden. Heel goede fodder. Misschien nog een icon pack. Maar dat weten we niet. Kobel zet je tradable. Untradable. Dat smeer ik je gewoon op discardmand. We hebben een preview pick gedaan, kregen we 85 schulden uit. Ik heb die bewust niet opgenomen. Omdat ik wist dat ik er toch scheidsrechten kon krijgen. Bori is uit, gaan we niet doen. Dit is zo'n beetje al. Misschien ga ik Steven Gerrard proberen te voltooien. Misschien ga Steven Gerrard is nog wel goed te doen. Maar die NPC kost misschien meer dan de kaart zelf, dus kaka. We hebben nog 67 dagen voor. Dat zijn ook 6 squads met een 88 rated squad, dus dat is niet te doen. We kunnen die 80 plus upgrade nog een keer doen. Non-rare. Ga de gewone. Ga die nog een keer knallen. Schuurs. Zilveren gewoon. Spits zilveren gewoon. Guardero. Gem zilveren gewoon. Dacuna. Elton Gerby dat ik nu ga ingeven. Goemus. Heb je al een 80 plus upgrade gedaan. Zo ben je eigenlijk allemaal aan het doen. Maakt niet uit hoe. En dan krijg ik weer gewoon geen wildcardje uit. Ik krijg gewoon een 80 credit. 82 zelfs, Fabianski. Decent folder, maar hij is dubbel en untradable. Dus ja, let's go. Ik weet dat ik die untradable heb, want ik heb die vrijdag gepakt. En gisteren nog eens, ja, let's go. Oké, boys and girls. Oké, boys en girls, we zitten nu dus aan, we hebben nu dus de 3 dingen voltooid en we hebben nog een pakket erbij ook, of iets op, runesteen, VIP gebied. Wauw, wat een kut is dat, jongen. En dan nu, 6 middags hebben we winter wildcard verder voltooid. 85 graded kutspeler, joh. Maar hij is in de club. Hij gaat ingeleverd worden in een icon pack. Dus ja, what the fuck, jongen. Die gaat ook in een icon pack ingeleverd worden. Want het enige goede trade is 90 snelheid en 99 passen. En ja, boys en girls, het is dus 7 uur gepasseerd. 5 na 7 op maandag. De laatste deed hij nog in SBC. Die is uitgebracht op FIFA en we gaan die zo dadelijk doen.
als wij FIFA ingeladen zijn. En... Oeh, Team Leader Icons. Dat mag alleen de lekkere tyfus krijgen, joh. Oh, Future Star Swaps. Zijn die er nu ook uit, joh. Wie is dat? Raid van... League 2. Lekker, joh. Ja, ik ga even een Facebook sluiten. Ja, de daily login SBC is uit en... Oeh, een moment in Charleston. Dus de daily login SBC is uit. En we gaan die doen. En... We gaan nu een bronzen speler moeten inleveren. Maar het maakt mij niet uit. Wij leveren die Bukhari van Al-Nasser in. En... De daily login SBC's zijn voltooid. Alle 14 login SBC's zijn voltooid. En... Zo dus hebben we nog een 5 spelerspakket 34 plus en een 3 spelerspakket 85 plus. Dus we hebben 3 packs voor te openen. En hopelijk pakken we een fucking team hier, maar dat weten we nog niet. Ja... Dus twee zeldzame schouders, twee pakket, 31 plus. En daar zit in. Gewoon een rare. Een Gordon eigenlijk. Reece James. En die heb ik niet dubbel. En Wimmer van Bundesliga, van Wolfsburg. En. Eerst gaan we de 5 pakket 34 plus openen. En dan pak je gewoon een. Een goalkeeper. De Gea. Lekker. Wie hebben we nog? En ja, dat is allemaal een goede folder. Voor een packje. En dan 3 speelspakket, 35 plus algemeen. Team of the Week. Oh, ik dacht even team van hier. Oh. RBV, Pedro Poro. Dus 35 plus. Bernardo Silva, die heb ik nog wel niet gepakt. Dus ja, geen team hier in deze pakketten. Ja, geen team hier. Maar dan gaan we wel 33 dubbele upgrade doen. Cam gaan we niet meer naar de Silva leveren, maar Oscar. Cam hebben we nu ook weer een paar. Gaan we Pogboom inleveren. Kovacic. Spita. We hebben nu ook weer een paar gepakt geloof ik. Nee. Volland. En Suarez misschien. Dat we kunnen doen. Ja, Suarez. LVV. Ik denk dat we daar wel Angelino voor kunnen gebruiken. CV. Gaan we Hummels gebruiken. En... Pau Torres. Dan CV Jimenez. Drop 80 rating RWW. Sorry, Hateboer moet erin. Een goalkeeper. Moet niet meer van de al te hoge rating zijn. We hebben er 80 rating. Met vlek behaald. En. Is hier wat we eruit gaan krijgen. 83 plus. Dubbele upgrade. Krijg gewoon een woorden uit, denk ik. 11 jaar. Ja, 34 jaar, zo Paul Zak. Zo noem ik die gast. Ja. Ja, dit is een beetje een FIFA-video geworden. Geen team hier gepakt, normaal. Spijtig genoeg, maar wel 2 team hier's. Allee, 1 team hier honorable mentions en in deze video. Misschien had ik nog de 35 plus aan verdedigers pack. Nee, de 35 plus dubbele upgrade die is ook uit. Wauw. 85 team. Decent, dat is te halen. Dat is haalbaar. Dat gaan we eerst hier doen. Voor we de Postit Magrin CM. Luis Alberto, CA. Heb je daar iets decent van?
Kramaric, rechts van Miramic, daar is die zijn son. Berardi, CM, Alemar, RA, Van Bissaka, LA, Unidaxter, Tagliafico, Goalkeeper, De Gea, nee. Oh, niet De Gea, Dudek. Dudek is dus misschien materiaal. CV, mag Araujo erin. Wie mag er nog in? Ik mag Ruben Diaz er ook wel in. Ik moet hier dus een RWV hebben. RWV. Linksachter LVV misschien. Misschien moet ik een linksachter kopen of wel LVA misschien eens gaan zien. Oden. Spits mag misschien iets anders zijn. Spits mag misschien. De AM misschien, waar hebben we daar dan? CVM? Of RVA, waar hebben we daar dan? 24 Di Maria. CVM. Sergio Busquets, lekker. Nou ga ik Ruben Diaz niet inleveren, zo. Dan onder CV kopen. Maar rapport halen we ook en dat is ongeveer 13k, 15,5, 18, 20k, 21,5, 21k. Twintig en een half, 27,50, 21k, 27,50, lekker. Dus dan heb ik nu een 2-speelspakket 25 plus algemeen. En daar ga ik de video dus mee afsluiten. Allee. Hierna komt de outro aan, dus ja. We sluiten af met Team of the Week en Team of the Week Walkout. CVM, Torreira. En wie zit erachter? Chesney. Lekker. En nou zijn we dus aangekomen aan het einde van deze video. Ik wil jullie guys heel graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Ronald de Dillen en ik zie jullie guys graag terug in de volgende video. Joejoe, bye bye!